Je hebt de kaart erbij gepakt, Wijnand. Ja. En Matthijs, goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Goedemorgen, Wijnand. Ja. Maar we waren een beetje aan het stoeien. Ik bedoel, we zijn de laatste periode, Matthijs, dat weet je ook wel, zijn we een beetje in dit gebied geweest, hè, het Westerkwartier. Het oosten zijn we ook wel veel. En dan is de vraag van, waar gaan we naartoe? Dus ik had gedacht, een beetje hier. Maar nou heb ik jou ook niet nodig, Matthijs. Oh, want ik kan het allemaal niet lezen met de bril. We gaan gewoon een beetje prikken. Daar. Oh, ja. Een beetje, het is, ja, ik noem je dat het hart van onze provincie. Ik weet het eigenlijk ik niet. Ik heb geen idee. Ja? Hier ongeveer, hè? Oké, 1, 2. Hupsiekee. En wat ligt daar? Wagenborgen of kop af. Kop af. Kop wel af. Mooi. Wagenborgen op de kaf. Kop af. Of kop af. Kop af, Wagenborgen. Nou, veel plezier. Doei. Expeditie Bonnefoy? Ja. Ik heb nog niet zo heel veel tips. Nog niet zo heel veel tips. Dat komt vast nog wel. Wel weer verjaardagen. Zeker. Ja, maar goed. Die zijn er elk weekend. Elke dag zelfs. Elke dag is er iemand jarig, Ronnie. Nou, dan kunnen we die elke dag ook aandacht aan besteden. Nou, hè? Zo is het ook. Zo is het ook. Wagenborgen of... Kop af. Kop af. Kop af. Kop af. Kop af. Ja. Dat zijn volgens mij de tiny houses. Ja, dat is altijd heel leuk. De kleine huisjes. Ik zal zo zeggen, van die gewoon een kiek. Maar dan komen we erop. Een kiek hoor. Wacht maar even. En allemaal de hagen ligt, joh. Weg wat er nog kwam. Ja. Huisje staat er al. Ik zie er één. Dit wordt ook een huisje. Wat klein hè, Wijnald, hè? Dit is er ook één. Dit is er ook één. Dat ziet er al een beetje bewoond uit hier. Tuinstoeltjes erbij. Volk! Nee, hier is niemand, joh. Ik kijk gelijk in de kamer en in de keuken. Dat is alles wat er is, Wijnald. Of ze slapen nog, dat kan ook nog natuurlijk. Er is dus helemaal niemand thuis, hè, Wijnald? Nee. Maar dan zijn we erachter gekomen dat dit dus het tiny house is van Cerelle de Jong. De kickboxer, die kennen wij. Ik heb haar nummer ook. Dus we gaan haar gewoon bellen. En kijk maar, Cerelle is. Ben ik heel nieuwsgierig of een geluid hoort hier vanuit de slaapkamer. Oh, ja, dat, ja. Ligt ze nog op bed? Of is dat sport? Andere kant, hè? Het sportcentrum. Hallo? Oh. Voicemail. Heb je een plan B? Nog een keer bellen. Nog een keer bellen. Oké. Piep. Even rondtoeren, hopen dat ze het later terugbelt. Ja, we gaan eerst even door Wagenborgen heen. Ja. Ik vind het wel jammer, want ik was ook heel nieuwsgierig wat voor koffie ze gaan uit. Ja, dat ook, hè? Ja. Maar goed, pak jou, wordt zo goed. Dat is een lichtfiets, hè, Wijnald. Die zit wel heel laag bij de grond, hè? Dat is een kiek. Groningen vlaggetje eraan. Ja, mooi. Dit is wel al leeg bij de grond, hè? Klopt, vandoor ook het vlaggetje. Ja. En ja, nou is het wel vrij rustig op de weg, maar normaal gesproken ben ik ook met iemand anders. Dus het is wel gevaarlijk, klopt. Met oversteken is wel eens gevoorlijk, denk ik, als het gras wat hoger is. Dus, dan kijk ik liever even twee keer voor de zekerheid. Ja, dan, ja. Het mag wel zoiets. Ja, ja. Ja, nee, hier wil prima, maar je moet niet naar windschoten of dat soort dingen met fietspaden. Dat is gewoon niet te doen. Nee. Dat is heel gevaarlijk. Ja, het gaat met de hand, zou ik wel. Klopt. En sturen ook natuurlijk met de hand. Of is, dat met de vouw? Nee, zo. Nee, ook met de hand. Ja. Ja. En in dit huid een? Handbike. Een handbike. Ja. Ja. Een armfiets, ja. Ja. Alle dagen zit ik in een rolstoel. Dus, Oké, dat gaan wij dus niet door. Nee. Jij bent gedeeltelijk verlamd. Klopt, ja. Ja. Dus, en dan is het heel belangrijk om toch met de dingen die nog wel bewegen, conditie op te bouwen, kracht. Nou, jullie kennen misschien van het exoskelet met de 4ML. Ja. Het exoskelet vooral, met een looprobot. Ja. Daar ben ik ook een paar keer bij jullie geweest. Ja, maar jij bent er dus.
Dus, ja, wat een rol, ja. Ja, hè? Ja, en dat in de wind, want het, je hebt mijn beste poeste wind, wat dat betreft. Daar krijg je armspieren van. Ja, daar krijg je armspieren van. En dan gaat de reis nu naar? Wagenborgen, ja. Oké. Okay. Daar woon ik zelf ook. Naar Sarel de Jong. Ja, Sarel die woont er niet ook. Ja, wie is Sarel wees, maar ja. Ze is er nou. Ze heeft zo'n tiny house. Heeft ze dat door. Is heel mooi daar, klopt. Ja. Dat wordt er heel mooi, ja. Ja, goed. Misschien hebben we er nog belang bij, want je weet het maar nooit of ze nog een keer reageert. Doei, doei. Ik herkende hem helemaal niet in het begin. Nee, hè? Dit is een jongen van een speciale skelet, hè? Ja. Waar je dan helemaal ingaat en dat je dus ja, met hulp, met motortjes en weet ik veel allemaal niet. Dat je toch nog kunt lopen. Dat je toch nog kunt lopen. Nou, toch knap zo. Wil absoluut. Niet? Maar moest kijken hoe laag bij de grond. En snel, hè? Ja. Mooi wil je de naam hebben bijna. Ja, dit is toch prachtig. Schaapbulten. En dan rij je schaapbulten binnen. En dan rijden we gelijk de Menko aan. Wie? Menko. Oh ja. Een grote beer. Het is een jongen. Geboren. Menko. Daar is hij hoor. We willen Menko even zien als ja, bent. Dat is het. Ja. Die kunnen we niet omheen, hè. Misschien is Sarel hier wel op... Kamervisite. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. Oh, natuurlijk. Is er iemand thuis? Nou, kom eraan wel. Ja. Dat zal het zo ook niet beleefd als hier ook niet thuis zijn, hè? Dat, dan is het zo'n dag. Oké, een belletje. Hij staat al wel op het bordje. Oh ja, hij staat er al op. John, Sylvia, Sophia en Menko. Dat is echt dan snel gedaan, hoor. Ja. Dit valt ook niet op, hè? Nee, hè? Nee, daar moet je wel in stoppen, toch? Ja. 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 Ze noemen dat raamvisite. Mogen wij Menko even zien? Jullie mogen Menko zien. Ja? Ja. Eén momentje. Ja? Oké. Okay. Wachten wij even. Yes. Ach. Ja. Nou, kijk eens aan. Hij slaat. Oh, je hebt... Oh, we moeten hem niet wakker maken, natuurlijk, hè? Oh. Nee. Maar hoe lang is Menko bij ons nu? Bijna 3 weken. Morgen 3 weken. Morgen 3 weken? Ja. 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 Ons viel ook al op, hij staat ook al op het naambordje hier. Ja, dat is snel geregeld door zijn oma. Dat is snel geregeld. Ja. En wie heeft al die vlaggetjes daar geregeld? En ook oma. Wat? En zijn grote zus. En zijn grote zus. Ja. En is dit de grote zus van Menko? Loop eens achter die microfoon aan, let op hoor. Kom maar, dan trek je een beetje naar voren toe. Kom maar, ga eens achter die microfoon aan. Kun je iets vertellen? Heb je ook vlaggetjes opgehangen voor je broertje? Ja. Het liefste broertje van de wereld? Ja. Dat dacht ik al. Ja. Ja. Oh. Nou, dan moet je er maar mee ophouden. Wat leuk broertje heb jij. Wat leuk broertje heb jij. Geniet ervan, wie gewoon verder. Is prima, ja? Gaat lukken. Dank Sarel je wel. Sarel Jong, toevallig nog op kraamvisite nee. geweest. Nee, helaas. Oké. Nee. Goed, want we zijn op zoek naar Sarel. Menko, doe hè. Tot ziens. Oké, tot ziens. Doei, doei. Bye bye. Doei. We hebben een telefoon. Hallo, hallo, met Sarel. Hallo, Sarel. Ronald Niemeyer. Mooi. Hoi. Wij stonden net voor jouw tiny house. Ja, ik was niet. Je was er niet. Ben je er inmiddels wel? Ja, maar ik heb eigenlijk niet zo heel veel tijd. Want ik heb net een training gehad. En eigenlijk heb ik een afspraak gedaan met een vriendin. En 2 minuutjes dan? 3 minuutjes. Ook, we wilden je alleen maar even zien. Meer is er eigenlijk niet. Kom nou maar. Weet je wat? Ja, wij doen het heel snel. Je bent heel snel van ons af. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Snel naar Sarel. Snel naar Sarel, inderdaad. We zijn er weer bijna. Ja. Hey, een beetje tempo eraf. Sarel heeft weinig tijd. Hou je vast. Zijn we weer. Zijn we weer. Tiny house van Sarel Leon. Kickbokster, hè? Wereldkampioen. Jazeker. Hè? Dus we moeten niet te kritisch in vraag stellen. Nee. Nee. Ik heb toch niet zoveel aangedrongen, hè? Nee. Beetje wel, maar we geef zijn niet. Er. Geef niet. Het ontstond toevallig, we gaan naar Wagenborgen toe. Maar we wisten echt niet dat dit het tiny house van jou was. Ja, dit is Totdat mijn we er ook attent hebben gemaakt door wandelaars, door fietsen. Sarel de Jong, dit is zo. Dus we hebben het
Oh, dusdanig veel over gehad dat we hebben gezegd van dan moet ze ook afmaken. Ja, ik zag het ook. Ik zag het op mijn telefoon toen ik aan het trainen even tussendoor keek. Ik dacht, oh shit, ik denk ook wel zo wel even terug. Misschien, Je woont ideaal wat dat betreft, hè? Want ik bedoel, het tiny house en inderdaad het sportcentrum aan de overkant. Ja, je ziet het sportcentrum zie je aan de overkant. Ja, 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 ideaal. Nu aan het trainen voor? Ik ben aan het trainen, ja, zeg het maar. Ik ben aan het trainen voor wat? Je weet het nog niet, hè? Nee, we zijn wel veel bezig. We gaan over volgende week naar het toernooi in Turkije. En dat is dan, omdat we gewoon iets willen. We willen gewoon iets. Je wil gewoon vechten, je wil gewoon ritme, je wil de ring weer in. Ja. Ja, het is niet anders. Hoe bevalt je huisje? Ja, fantastisch. Paleisje. Ja, ja. Als de zon niet schijnt, dan is het echt prachtig. En helemaal in de zomer, denk ik. Maar het valt supergoed. Ja. Ja. Een rondleiding, daar hoef ik niet eens om te vragen. Want dit is het, hè? Dit is jouw kamer, als ik daar zo naar binnen kijk. Ja, ja. Dit is mijn bank. Dit is mijn leefruimte. Dat is ook mijn leefruimte. Het is niet groot, maar het is genoeg. Ja. Een van de eerste bewoners, hoeveel komen er nog? Weet je dat zo? Nou, daar zijn nog twee in aanmaak, dus dat zijn we zijn er met z'n vijven. Ik ben er heel blij mee. Echt, ja, daar ben je echt heel blij mee, ja. En gewoon groot genoeg voor jou. Ja, voor één persoon is het echt groot genoeg, ja. Wij houden jou nou niet langer op. Ja, we gaan gauw weer. Je hebt een afspraak met vriendin, want je gaat iets leuks doen. Ja, we gaan gewoon even lekker een kopje thee drinken. Ja, ja, je kan niet veel anders, maar we gaan gewoon, gewoon even lekker gezellig kletsen. Gewoon een beetje bij de dingen. Precies, ja. Nou, ja. Dankjewel. Oké, doei doei. Mooi. Voordat we het vergeten, Wijnand. Ja. We moeten nog naar kop af. Of kop af. Ik weet niet waar de klemtoon ligt. Nee, weet ik ook niet. Maar dat moet wel Doelen zijn, hè? Ja, we gaan daar even kijken. Ja. Oh, wacht even. Daar moet je wel mee natuurlijk. Ja. Ja. Zo gaat dat, hè? Dankjewel. Kijk je achter het scherm. Ja. Zwaaiers, hè? Ja, leuk. Heel warm. Ben je in ieder geval welkom. Nou geef mijn tomtom aan. Ja. Dat dit kop af is, of kop af. En het bordje zien wij nou. Waar? Aan de lantaarnpaal. Oh ja. Nou, daar zijn we. Kop af. Kop af. Mooi. Ik weet niet waar de klemtoon ligt. Of het kop af is. Kop af 6. Of kop af. Kop af, ja. Dat is echt grunners, hè? Ja, klopt. Ja. Dus de moslim er ook even in. Dus, ja, zo is dat. En ja. Hoe groot is het hier? Hier tegenover en hier Noost en Wie. Dat is kop af onder Wongbuigen. En dan over de brug, dat is kop af Nijwal. Dus je zit iemand met dreigenzin. Met dreigenzin? Dreigenzin. Ja. Dan hebben we het wel weer uitkozen. Hè? Ja, zo is dat. Ja. Ja, het is gewoon zo'n gehuchtje. Ja. En ondertussen, ik heb al even gekeken, maar voor mij ben je aan het baden. Ja, we hebben naar je bedrijf gekregen. Ik heb hem verder gekomen. Ja, zeker. Ja? Ja, dat is geen probleem. Oké. Loop gewoon achter jou aan. Ja. Hier dreugen in elk geval. Ja. Mooi. Ja. Je bent hier bezig met een bedrijf, begrijp je van je vrouw. Nou, ik neem aan dat je een vrouw is, dus... Nee, dat is mijn vrouw, ja. Wie bent trouwd, ja. Nou, ik heb een bedrijf. Ik ben hier geboren. Er stond nog een boerderij stond erop. En daar heb je zoveel naamschoren aan. Dat de roze staat zoveel met scheuren en zo kapot. Die mocht nooit weer hersteld worden, dus die moest opgebroken worden en die moest vernaaid worden. Is compleet tegen de vlakte gewoon? Ja, ja. Dat is wel wennen natuurlijk, want ik bedoel, dat door de Joden woont natuurlijk, en ook historie met. En toch, ja, op een gegeven moment in de tijd toch ook had met z'n allen wonen. Ja, dan ben je toch blij dat dat spul er al ging. Toch wel, hè? Ja. Kom maar verder, kijk. Ja. Oké. Ja, alleen de geur al van neus, hè. Ja. Ja, de woonkomen dus. Met prachtig uitzicht natuurlijk. Ja, hè? Prachtig, hè? Ja, ook voor dat grote rond. We kennen rond dan toeskijken. Ja. Kat ligt er ook. Dat rood, ja. Ja. Nee, we zijn heel blij met het ontwerp van de architect.
echt petje af. Nou ja, Wijnand, ik denk dat dit aardig is zo, toch? Ja hoor. Ja. Dankjewel, hè. Oké, okay. Bye bye. Hoi. Bye bye. Doei. Zo, nou, dan weten we dat. Weten we dat ook weer. Kop af. Kom op. Het is kop erop, joh. Dit is Matthijs. Daar is hij. Dag Matthijs, mooi. Hey, dat was kop off. Zo zeggen ze dat, kop off. Kom off. Kop off. Goed, wat zegt deze kerel? We hebben zo vanochtend tegen elkaar gezegd, we gaan geen Westerkwartier doen. Maar ik denk dat we er toch heen moeten, want er is een beetje ophef in het Westerkwartier. Muntje Ziel, dat ligt natuurlijk niet in het Westerkwartier. Stiekem is dat van de Verizon. Dat is daar krijgen ze... Daar krijgen ze Friestalige plaatsnaamborden. Dat krijgen ze overal in Friesland. Alleen een aantal dorpen is het daar niet helemaal mee eens. Muntje Ziel is daar één van. En die hebben hun dorp omgedoopt tot gemeente Westerkwartier. Oh, dat is toch een beetje Groningers voelt daar. Ja, 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 blijkbaar wel. Ze willen geen Friesen borden hebben. Nee. En ik dacht, nou, dat stukje ophef, daar kon ik niet mee hebben overheen. Actie in het Westerkwartier, Wijnand. Ja, leuk. He? Leuk. Andere kant weer op. Muntje Ziel. Gaan we rijden. Oké, okay. Hey, dankjewel, hè. Hey, zet hem op, jongens. Oké, mooi. Bye bye. Munnik en Zijl, Wijnand. Dat is Friesland. Of toch Groningen. Ik doe dit lapje af. Ja. Maar daar hangt een lapje op, hè? Klopt. Gemeente Westerkwartier. Nou ja, dat is grun natuurlijk. Maar Munnik en Zijl is dus Friesland. Dus eigenlijk heeft Groningen een stukje... Wat zit eronder? Friesland bijgekregen. Nee, het is echt, helemaal dichtgeplakt. Het is helemaal dichtgeplakt. Dus actie in Munnik en Zijl. Tussen wat op de foto gezet bijna. Ik neem een foto mogelijk busje. Is de foto lukt? Ja. Ben je toevallig een inwoner van Munnik en Zijl? Nee. Hoogkerk. Hoogkerk. Ja. Het Midkerk waar hier gebeurt? Ja, toevallig las ik daar. Maar we reden gewoon toeval in. Oké, je dacht nooit van wie gewoon hem nooit actie zou. Nee. Of zijn de barricade. Wie gewoon de bol niet afstoken hier zo. Nee, oké. Nou, wie gewoon deur bent meer. Kom maar. Ja? Deze zijn proberen. Ja, daar is iemand. Ja, dat is iemand. Jongen, wat mens. Het waaide je. Is hij Fries of Grunners? Ja, dat is de vraag. Ik zeg, ja mooi. Ik zeg, is hij Fries of Grunners? Wat zal het wezen eigenlijk? Moet je het echt van mij weten? Ja. Gastron of Ringwater? Het is een beetje van alles eigenlijk, hè? Ja. Juist. Ze mogen wel tegen mij Fries praten, maar ik krijg geen antwoord terug. En Fries niet. Kijk. We hebben het over de afstand in Munnik en Zijl. Oh. Opstand? Ja, ik heb metgekregen het kloosloombordje, Munnik en Zijl. Oh ja, ik kwam gisteren vanaf Kolm, daar reed Muntje Ziel in. En toen zag ik er een hoes overheen. Er stond alleen weer Munnik en Zijl. En er staat onder, gemeente Westerkwartier. Ja, klopt. Dus ze hebben het aan grondig hebben. Ja, dat mag zo weten. Geweldig, ik ben vuur. Ik ben vuur. Ik ben grunniger, dus wat mij betreft mag het wel blijven. Friese vlag? Geen idee. Nou, geen Friese. Het ziet er net een beetje anders uit, hè? Ja. Wij zijn gewoon Muntje Ziel. Of Munnik en Zijl in het Nederlands. Alleen de Friese benaming zal wel een hoop. En daar waren de dorp Muntje Ziel, was de Molen en buren het niet meer eens. En dat hoeft niet vervangen te worden voor Muntje Ziel. Nee. En dat staat er ook al onder. Maar dus, dat is de Friese naam, zeg maar, voor Muntje Ziel? Ja. Maar die wordt ook geen Fries sprook meer. Nee. We hebben een beetje een eigen dialectje. Ach, puur afrekening wat dat is. Ja, het is
muntje zielster gesproken. Ja, wij praten gewoon muntje zielster. Ja. Muntje ziel, echte muntje zielster, zo ik nou praat. Hè? Ja. Dat is ja, de taal hier. Het is een beetje grunners, het is, ja, het is een beetje Fries, het is een beetje een mengelmoesje. Ja. Het is nooit echt Friesland, om het zo maar te zeggen. Nee, maar nou ja, maar dan wordt het wel een beetje. In principe zijn we een beetje de poort naar, ja, naar Friesland natuurlijk. Ja. Maar ja, ook de poort naar Groningen. Ja. En nou, het geval, als ja, Friesland doet toch de Friese noom opplakt. Ja. Dat je een beetje achteruit zet worden. Nou ja, achteruit zet worden, dat wil ik ook weer niet zeggen. Nee. Maar we willen niet alleen de Friese naam erop. Dat is ons punt. Nee. We willen graag gewoon ook Munnik en Siel erop houden. Ja. De Friese naam wagen we wel onder, maar niet alleen de Friese naam. Wat kijken ze hier, TV Noord of Omroep Friesland? Om 6 uur zie ik eerst Friesland. En dan schakel ik om 6:30 op TV Noord. En dan ben je met zit, dan doe ik TV Drenthe er helemaal achteraan om 7 uur. Heb je alles gehad? Ja, hey, alles uitgelegd. Ja, dan hebben we dat. Maar dat geeft het wel weer. Dan ben we helemaal wel behoogd hier rondom. Ja. Het is in Groningen. Ah ja. Zie je dat? Ja. Dit is nog nieuw. Dan staat de Tros B, ja, zo. Nou, ik heb ook nog wel een vlag dat de pompenbladen in zitten. Je gaat er niet in, hè? Nou, af en toe komt dat er ook een keer in, ja. Okay. Heeft trouwens nog zin om ons programma af te sloepen, Expeditie Grun? Een programma? Ja, op camera. Daar je zegt, nou, dit was Expeditie Grun tot volgende week. Je hebt nou de kans. Ja, nou. Moest dat gewoon zeggen. En wat moet ik dan afsluiten? Gewoon? Ja, gewoon ons programma afsloepen. Expeditie Grun ken je natuurlijk wel. Dus ik ken hij moet nog niet opnemen. Ja, hij is aan het opnemen. Oh. Ja? Ik neem de hele tijd op. Ja, oké. Okay. Maar dan ga ik gewoon op camera en je zegt van, nou, dit was het prachtige programma, Expeditie Grun op TV Noord. Ja, tot volgende week, zoiets. Nou, dit, we sluiten af met Expeditie Grunning vanuit Muntjesiel. En ik wens jullie een fijne thuisreis. Bij deze. Dankjewel. Graag tot gedaan. Tot volgende week. En dag voor uw Friesland. Ja, dankjewel, hè. Uit het Friese muntje ziel. Ja. Dat zeg ik er nou heen bij. Oké. Mooi, hè.